Het Algemeen Bureau voor de Statistiek start trainingen voor een pilot census als voorbereiding op de volkstelling in oktober 2024. Met behulp van de CAPI-applicatie voor digitale dataverzameling. De pilot die op 7 augustus begint, test operationele aspecten en vindt plaats in Paramaribo, Wanica, Nikeri en delen van het binnenland. Data wordt veilig opgeslagen op een cloud server wat sneller en nauwkeurigere resultaten mogelijk maakt. Het ministerie van Openbare Werken, OW, maakt kenbaar dat de vuilophaal ingaande vandaag genormaliseerd wordt. De meeste ondernemers zijn reeds uitbetaald door het ministerie van Financiën en Planning. De minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken benadrukt dat er regels zullen komen voor de vuilophaalbedrijven naar aanleiding van klachten dat er op bepaalde plekken geen vuil wordt opgehaald. Noor Mohammed wenst de samenleving gerust te stellen door te zeggen dat de regering er alles aan doet om de uitdagingen die er zijn binnen de financiële realiteit van ons land op te lossen. 4 Surinaamse studenten ronden op 18 en 23 juli 2024 hun medische studie succesvol af aan universiteiten in Cuba. Eushan Asongi, Rietveld, Jade Somodiharjo en Samuel Presaat ontvangen hun diploma's met Presaat en Rietveld die de titolo de oro ontvingen. Ambassadeur Wendy Paulus Aminta was aanwezig bij de ceremonie. De afgestudeerden werden geprezen voor hun prestaties en bijdrage, met Sumo Di Harjo die een inspirerende toespraak hield. Paulus Aminta feliciteerde hen en benadrukte hun toekomstige rol in de medische zorg in Suriname.